Nou, jullie hebben misschien het liedje gehoord. I'm coming out. Weet iemand wat mijn coming out is? Ik ben in het roze. Zeg het maar. Inderdaad. Ik kom vandaag uit de kast als flamingo. De flamingo, daar ben ik al een paar maanden helemaal van in de ban. Voor mij is dit gewoon... Kom maar jongen, kom maar. Ja, is goed. Voor mij is dit gewoon het symbool voor je kleurrijke zelf zijn en je nek uitsteken. En sinds ik dat deel, krijg ik ook van heel veel mensen via social media allemaal tips waar ik dan iPhone hoesjes met flamingo's kan vinden. En strooien hoeden met, kwastjes met flamingo's. Nou, superleuk. Maar ik ben me natuurlijk voor vandaag een beetje gaan verdiepen dan in de flamingo. Echt een soort Freek Vonk ben ik naar Wikipedia gegaan. En wat valt mij dan op? Dat moet ik toch wel even bekennen. De flamingo is dus gewoon heel verlegen. Oh, dat wist jij? Had je me dat niet even kunnen vertellen? De flamingo is dus niet alleen super verlegen. Hij is ook een mega kuddedier. Hij komt gewoon nooit uit de kudde. Hij is ook super monogaam. Dus voor mensen is dat op zich een mooie eigenschap. Maar hij is gewoon eigenlijk heel saai. Dus ik had misschien nog zelf beter een hamster kunnen kiezen. Maar goed, hè, pak je podium gaat natuurlijk over jezelf durven laten zien. Durven zeggen van jezelf dat je een expert bent. Of als je het niet zelf zegt, dan iemand anders laten zeggen dat je een expert bent. Hè. Eigenlijk ook de bottomline dat je jezelf aan je eigen haren uit het moeras trekt. En gewoon zegt, nou huppatee, ik ga het toch doen. Ook al vind ik het spannend. Dat is eigenlijk pak je podium. En dus heb ik ook een tweede coming out vandaag. Het gaat wennen. Ja. Ik heb het al geschreven op social media. Want ik noem mij tegenwoordig niet alleen presentatietrainer, maar ook motivational speaker. Ha, dat is eruit. Maar voor mijzelf was dat heel spannend om te moeten zeggen. Terwijl andere mensen al zeiden, ja maar Eve, dat ben je toch al? Duh, ik hoor een duh. Maar dat ben je dus pas als je het zelf gelooft. Zo simpel is het. Dus als je het zelf niet aanvaardt of omarmt of durft te zeggen hardop, op zijn minst, al is het maar onder de douche van mijn part, dan ben je het ook nog niet. Maar goed, zover ben ik dus nu. Ja, ik ben motivational speaker. En eigenlijk wil ik jullie meegeven dat de analogie met de flamingo toch klopt. Natuurlijk zijn we namelijk allemaal verlegen. Of kennen we allemaal die onzekerheden om ons nek uit te steken. We willen al die dingen, maar hoe komen we daar? We ratelen. Niet voor niks heeft Beyoncé 11 uur per dag getraind voor haar optreden op Coachella. Want natuurlijk denkt ze van binnen, ik moet het waarmaken. Zij is dus ook bang. Zij is ook bang om af te gaan. Moet je even voorstellen, hè? Grootste artiest op aarde, maar die heeft ook diezelfde gevoelens. En ook het kuddegedeelte klopt eigenlijk. Want natuurlijk is de mens ook een kuddedier. Ik kan niet mijn podium pakken als er niemand is. Hè? Ja, de douche dus wederom, maar ja, god, ja, dat gaat wel vervelen een tijdje. Dus het is gewoon heel belangrijk, ook als je iets wil verkopen. Of als je iets moois gemaakt hebt, dat je het wil laten zien. Dat er een ander is om er ook van te genieten. Wie weet hoe een kudde flamingo's heet in het Engels? Flok, de eerste twee letters zijn goed, want wat ben ik achtergekomen? Een kudde flamingo's heet in het Engels, daar komt hij. A flamboyance. Of flamingo's. Ja, flamboyance. Dus zullen wij vandaag afspreken met elkaar dat wij een flamboyance zijn van flamingo's. Hè, dat we dus allemaal wel onze nek uitsteken en ook durven toe te geven dat er misschien dingen zijn die we spannend vinden, maar wel heel graag willen.